Dus heeft de PVV het verkiezingsprogramma opgenomen dat er een snoetje en pluisje wet komt. En daarmee moeten 70-plussers met een laag inkomen geholpen worden als ze dus naar de dierenarts moeten. Waarom alleen 70-plussers? Nou ja, we hebben een beetje zitten kijken. We hebben om welke mensen zijn heel erg eenzaam. Zijn vaak ook in de leeftijd dat ze een partner zijn kwijtgeraakt. En zijn extra afhankelijk van een huisdier, de gezelligheid van een huisdier. En hebben het vaak, ook met pensioen, vaak niet al te breed. En zo zijn we gekomen op 70-plusser. Maar nogmaals, iedere grens is discutabel natuurlijk. Maar 70-plussers, oudere mensen. We hadden het net over mensen met psychische problemen. In deze tijd denk ik dat heel veel mensen heel veel aan hun huisdier hebben. Zeker als ze alleen en eenzaam zijn. En als je nou, ik heb het ook de vorige keer hier gezegd, 4 jaar geleden... toen we met dat andere voorstel kwamen over het compenseren van mensen die financiële problemen hebben als het gaat om dierenkosten. Dat ik heb zelf voor mijn 2 katten, dat zijn gewoon normale katten, ik geloof 4.000 euro uitgegeven vorig jaar aan kosten voor dierenartsen. Je zal maar een kat hebben zoals die van mij, die heeft iets aan zijn hart of aan zijn nieren. Dat loopt heel erg op. En mensen kunnen dat vaak niet betalen. En ik vind het dus een hele sociale regeling om te zorgen dat ouderen die het niet kunnen opbrengen, om dan te zeggen, wij gaan je helpen met de kosten voor de dierenarts.